graden. Ja, waarom zou je het doen? Het is ongelooflijk. Rekt Wendy haar lichaam in 28 verschillende vormen? Zoiets, hè? Ja. Figuren. Kijkt u zelf maar. Yoga wordt al decennia aanbeden door spirituele boomknuffelaars. Voor de fanaten die zijn uitgekeken op het doorsnee rek- en strekwerk, biedt Bikram Yoga uitkomst. Bikram Yoga is a 90-minute hatha yoga series that's done in a heated room. Room is heated to 40 degrees. We do 26 postures and 2 breathing exercises. Now let's do one more. The last one you're on your own. Ik vond het zo heftig. Het leek wel of ik in een secte terecht was gekomen. Ademhalingsoefeningen waarbij je allemaal gekke geluiden hoort van. Wie de 26 commerciële standjes van Bikram vakkundig uitvoert, verlaat de sportsauna met een opgeruimd lichaam en een dito geest. Ik ben helemaal niet zweverig of zo, maar als ik daar vandaan kom, ja, dan voel ik me echt zo lekker. Dan zie ik de wereld ook met andere ogen. People come in, they've been practicing 10 lessons and they go, wow, I can taste my food again. My hearing's gotten better, my eyesight's better. I'm losing weight, I'm stronger, my back doesn't hurt anymore. Het is je hoofd vrijmaken van allerlei zaken die je bezighouden in het leven. Die soms zorgen voor emotionele blokkades en ja, ik klink nu echt als een sekteleider, maar het is wel zo. Hangende kraanvogels, hoppende konijnen en natuurlijk de buigzame cobra. De hele dierentuin komt langs. De camel, dat is de moeilijkste en die zal ik even proberen voor te doen. Dan moet je helemaal je hoofd naar achter laten vallen en dan pak je dit zo vast en dan blijf je zo even zitten. Lig je met je buik op de grond en dan moet je alles de lucht in gooien. Dus dan als een Boeing, hoppa. En dan zie je gewoon de zweetspatters van de personen die voor je. Maar misschien moet ik dit helemaal niet vertellen. Een Bikram-sessie levert maar liefst 600 calorieën aan zweet op. Niet zo gek dus dat half Hollywood ook graag meedoet. What's the one with the we do the yoga in the hot thing with that a lot of? Yeah, Bikram. Is that what it is? Yeah, that's it. People like Kareem Abdul-Jabbar, who played for the Lakers forever, John McEnroe, Herbie Hancock, the jazz musician. Even Madonna was his student for a little while. En dan ga je zo, en dan ga je zo. Jeez. En dan moet je hem lang vasthouden. Kijk uit voor je hamstring. En dan, ja. Oh, wat goed dat je dat weet. Ja, maar jij bent danseres geweest, dus dat helpt natuurlijk wel dat je